Hallo mensen van College Games en welkom bij een nieuwe... Oh, sorry. Hallo mensen van College Games. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Survival-serie met... Laurens en Rico. De reden dat ik moet fluisteren is omdat ik me verstop voor Laurens, want Laurens die zoekt mij dus. En ik schiet nu een pijl in de lucht. En ik zeg... Hoi. Dat was een leuke intro. Ja, Rico is er momenteel niet. Hij had wat anders geloof ik, dus we gaan vandaag met z'n tweetjes. Oeh, gezellig. Maar voor de mensen die zich nou afvragen, waar de fuck is hij nou weer? Nou, ik ben bij Jerry's plekje. Bij mijn stekkie. Ja. En ik loop even skeleton vermoorden. Dat moet ik even zeggen hier, het is een heerlijk mooi plekje en zo op deze... Oh god! Oké, step back. Ja. Ik word creeper aan namelijk. Mag wel eens, ja? Oh ja, ik zie hem. Ik zie zelfs een zombie nog. Zombie met... Ja, dat bedoel ik dus. Kijk, alles wat hier is... Oh, wacht. Oh, kut. Nog een skeleton of een keeper. Oké, die is dood. Maar vertel eens wat, Jerry. Wat ben je hier aan het bouwen? Ik ben hier bezig met mijn multifunctionele huis. Ja. Yeah. Want dat wordt zowel een smederij als een farmhouse als een mijnhuis. Als jouw huis, oké. Okay. Of Jerry house. Het wordt gewoon Jerry House, je hebt multifunctioneel. Het wordt prachtig. Het wordt hartstikke mooi. Veel spruce zie ik. Zoals altijd. Okay, mijn favoriete hout natuurlijk, hè. Mag wel mijn favoriete hout gebruiken. En voor de rest van het plateau, ja, het is niet zo heel groot. Ja, maar geeft voor een bergplateau is het behoorlijk groot nog zelfs. Een 1.7 vind ik zo heel mooi aan 1.7, al die mooie grote bergplateaus. Maar voor de rest past er niet heel veel op. Dus voor de rest ga ik denk ik vooral farms erop donderen en... Hey, weet je wat mij nou opvalt eigenlijk? Kom eens hier staan waar ik ben. Oh, wacht, ik zal eens even skeleton uit. Ja, dat is dus wat grappig. Je moet even hier fakkels neerplaatsen, joh. Ja, er stonden er meer, maar ik had dus op een gegeven moment een paar nodig toen ik ging minen. Dus ik heb er toen een paar weggehaald. Ja, tanks plaatsen even een paar. Nee, maar wat valt hier over te vinden? Blijf daar eens staan en kijk eens naar hoog. Waar lijkt dat op? Hey, dat scheve stuk dat naar beneden gaat, dat lijkt wel een hoofd of zo, weet je wel. Een hoofd? Beetje met een mond en dan die gravel daar boven een oog zeker. Nee, of ik weet niet, een beetje kipachtig. Nee, dat zie ik dan weer niet in niks. Wat ik wel kan er nog in ziet is een arm die een pistool in zijn hand houdt. Wow, dat zou nog kunnen, ja. Maar je hebt hier een leuk stukje. Ja, hier zoals je ziet een mooi bergland, mooi uitzicht op het dal. Daar beneden is mijn mine ergens. Ah, misschien is het een idee om hier ergens water of zo neer te leggen en je zo naar beneden kunt jumpen of zo. Nee, ik ga denk ik hier beneden een zigzagpad. Pad. Ja. Ik ga hier denk ik naar beneden toe een zigzagpad. Een zigzagpad maken. En op die manier kan je dan gewoon naar beneden en kan je ook gewoon paarden en alles meenemen. Want het nadeel van hierboven zit is dat je kan eigenlijk geen dieren naar boven krijgen. Het kan wel, maar dan moet je eerst een heel moeilijk systeem maken om dat allemaal te kunnen. Ja, maar je kan ook zeggen van je maakt iets onder en je maakt iets in de berg of zo. Dat je zegt van daar maak je farm in met dieren en zo. Weet je wel, dat je hier naar beneden graaft. Kan, maar ik denk dat ik mijn dieren in de vallei zet of zo. En dat ik daar gewoon heel groot een bordje bij zit afblijven of je krijgt een pijl door je kop. Of je komt bij mij. Ik heb ook allemaal diertjes. Bijvoorbeeld je paard, dat vind ik een heel leuk beest. Ja, dat weet ik, dat je dan een leuk beest vindt. Goed, maar genoeg over mij. Ik ga eens even bij jou weer kijken of er nog wat aan de hand is. Ja, ik wou vandaag beginnen met mijn huis een beetje uit te breien, want ja, die rukbunker kan ik natuurlijk niet voor altijd in blijven wonen. Zo, ik heb geen rukbunker gehad. Ik woon gewoon in de, in principe, weet je hoe ik het zie? Ik zie het gewoon als een dak boven mijn hoofd. Want ik heb in principe nu een huis aan het bouwen waar een dak bovenop zit, terwijl ik eigenlijk al een dak boven mijn hoofd heb. Niet dan. Ja, zo kan je bekijken. Ik bedoel, ik heb al een hele mooie overhang van de berg. Ik woon eigenlijk in een soort van, hoe zou je het zeggen, inkerving van de berg noem ik het maar. Ik weet niet hoe ik het zo noemen. Nou, zoals je ziet heb ik, ik heb in die mineshaft heb ik een zadel gevonden, dus ik heb ondertussen ook al een paardje. Oh ja, ik heb er een paar diamonds gevonden, een stuk of 10. Dat is ook zo, je hebt nog wat diamonds gevonden. Ik trouwens ook, ik heb nog een paar diamonds gevonden. Maar ik heb het hier al een beetje uitgegraven, dus ik wou eigenlijk zo ook hier beginnen met een iets groter huis te maken. Ik weet nog niet wat voor soort huis ik ga maken, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik een beetje, kijk op de DHD-server bouw ik al vooral in, bouwen wij vooral heel veel in Medieval. Dus dan had ik zoiets van ja. Ik heb mijn eigen fantasiestijl. Misschien moet ik hier gewoon even een beetje een andere stijl. Een beetje iets, een mix tussen dat en tussen modern. Weet je wat we doen? Retro.
retro. Ja, hippie-achtig. We kunnen ook wel een hippiebus maken, zo weet je wel. Ja, ga jij een hippiebus maken, dan maak ik een boer voor hem. Maar zie, zodra Rico er is, gaan we nog even met dat ene projectje bezig, weet je wel, waar we het over hadden. Welk projectje? Ik geef je een hint. Waarom zit dat paard voor jou eigenlijk vast? Nou, dan loopt hij weg. Nee, maar ik zie niet, waar zit hij vast dan? Hier. Nou, het begint ook al donker te worden, dus denk je alsjeblieft een beetje om met de keepers en zo. Nou, ik zou zeggen van we gaan even slapen, maar ja, dan moet je weer omhoog gaan. Oh, dat is niet zo moeilijk. Ik neem je paard wel even mee. Nee, niet mijn paard meenemen. Ja, maar dan moet hij eens los. Pak je eigen paard nou eens. Ik heb geen eigen paard. Maar dan moet je er een pakken. Potverdorie, man. Kom eens hier. Ja, vind ik niet. Nee, kom eens. Kom eens. Ja. Hier, kom eens. Kijk eens aan de zijkant van mijn paard. Ik sta hier met een deurblokje. Haha! Sorry, ik was even aan het gorgelen. Dacht ik al. Okay. Maar ik dacht, het is hier wel een leuk plateautje. Ik ga denk ik wat veren van. Dat ik misschien deze waterval een beetje ga bekleden met wiet en zo. Dat later iets met een molen of zo erbovenop bouwen. Dat leek mij wel een leuk idee in ieder geval. Kan je doen. Ik weet niet. Ik weet niet precies wat je bedoelt namelijk, maar het klinkt wel geinig. Toch? Is ook geinig? Beetje weed. Beetje weed, jongen. Beetje weed. Een beetje weed. Hey, ja, ik zie dat je pumpkins hebt. Melons, sorry. Ja, je mag gerust één pakken. Dus, tenminste, als er alleen is gegroeid. Anders heb ik waarschijnlijk nog wel melons voor je. Nee, ik moet even kijken of melons of zo voor je hebt nog. Nou, ik heb zelf wel melons. Er waren melons wel. Maar pumpkins. Nee, pumpkins, die heb ik niet nodig. Oh, ik heb hier één pumpkin, maar die moet nog. Dat komt nog wel. Maar ik ga even verder. Ik zit even kijken hoe ik mijn huis ga maken. Ik denk, ja, hij gaat wat sowieso op vierkant. Moet je altijd iets Minecraft? Keuken. Kan je moeilijk wat rond maken, dus ja. Nou, je hebt een keto. ik denk dat ik gewoon met deze huis. Vierkant, het hoeft niet per se vierkant. Als je nou gewoon groot genoeg maakt, dan lijkt het rond. Ik ga sowieso deze huis ga ik ermee aan verbinden, dus ik denk dat ik dan, tenminste zeggen altijd, je moet een huis oneven bouwen, dat is veel mooier. Pak een beet, 5 meter. Boeit me niet, ik doe gewoon, ik tel even vanaf deze. Dus dat is hier 1, 2, 3, 4, hier is hier 5. Dus we zeggen van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nou dan zeg ik hem op 13, 14, 15. Ja. 1, 2, 3. Jerry, sorry. Oh, zombie. Die gaat daar maar op schieten. Waar? Ja, zombie. Ik weet niet, ik doe meestal, wat is jouw standaard hoogte meestal van dit? Voor mij is altijd 5. Oh, dat? Ja, ja, dat verschilt helemaal per huis. Bij mij, als het een wat groter huis is, dan kan het soms wel 5 tot 6 zijn. Bij kleinere huisjes is het soms dat het gewoon het dak tegen de grond aan staat. Ja, oké. Nou, ik heb sowieso te weinig oog, dat weet ik nou al, maar... En meestal maak ik ook... Oh, heb je ook nodig? 1, 2, 3... Die heb ik ook niet. Snap je hem? Ook. 5, 6, ook niet. 7, 8, 10. Deze doe ik gewoon 11. Dat lijkt me... Ja, deze keer ben ik het niet, hè? Nee, dat dacht ik al. Ik denk dat jij staat daar en je kan me nooit... Fuck it! Serieus. Zombie fest. Ik ga denk ik wel slapen. Nou, als jij me nog gaat bewaken, als jij nou gewoon daar op het huisje gaat staan, ja, en dan ga je mij gewoon bewaken. Wat een mooie goudstaaf. Ja, zie de breedte, ga ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doen. Dat lijkt me wel mooi, ja, 11. Ja, nou, voor de rest, ik zat zelf te denken van, ik ga hier gewoon een ander stijl bouwen. Want ja, wij gaan binnenkort, komt er een nieuwe map op de DHD-server. Dus daar gaan we ook weer helemaal vanaf beginnen aan beginnen. Dus dat is op zich wel nice. Heeft die spawn gebouwd? Geen idee, dat is nog een grote vraag. Ik weet wie er geholpen heeft. Ja. En binnenkort komt er trouwens ook nog een nieuwe serie op mijn kanaal. Een soort met let's play uitdaging slash nog wat serie. Dan gaan we eigenlijk... Slash patat met, toch? Slash patat met, ja. Het lijkt er wel een beetje op. Maar als jullie mijn andere series een beetje hebben gezien, zoals Piggy in the Sky hadden we. En dan hadden we ook nog iets met VS of zo. Wat was het? Spleef, hebben we ook nog gedaan.
Nou, zoiets gaan we doen en dan komt er weer een speciaal huisje of zo. Of iemand krijgt voor zijn huisje een plateauotje of zo. En die kan dan elke week kan er weer iemand winnen zo. En dan gaan we kijken wie het meeste plaatst aan het einde van het seizoen of einde van de maand. Mag dat huisje gewoon in game mode gebouwd worden dan? Nee, we gaan niks in game mode bouwen. Je krijgt gewoon voor je eigen huis, zeg maar. Dan komt er zo'n speciaal blokje of zo. Hier zo bijvoorbeeld een blokje, zeg maar. Achter je. Mijn huis! Hey, het dak gaat eraf. Alsjeblieft, laat mijn kist heel zijn. Heb ik dit gat net dichtgemaakt? Dat snap ik trouwens ook niet van de DHD-server, hè? Dan hebben ze gewoon... je mag niet grieven. Maar waarom zetten ze daar gewoon geen anti-creeper in? Als een creeper kan er wel ontploffen, maar die kan er niks kapot maken. Dat vind ik altijd persoonlijk een beetje vreemd. Maar daar gaan wij binnenkort ook weer wat nieuws mee doen met de DHD-server. Dus dat, ja, want er komt een hele mooie world uit naar 1.7 en dat vind ik best mooi. Ja. Daar hebben we helemaal zin in. Weet je wat me opvalt? We zitten op dit moment in de groepschat met z'n allen. Alleen de enige twee die in de call zitten zijn wij twee. En dan straks joint er iemand ons. Ja, nou ja, maakt niet uit. Dan doet hij nog even gezellig mee. Oh, weer een creeper, man. Ik word gek van die beesten, man. Jongen, je doet gewoon iets verkeerd. Nou, ik weet het. Oké, ik was bezig met mijn huisje. Misschien ik had hier. En dan... Er zit een gat in je huis. Er zit een gat in mijn huis. Nou ja, dat maakt op zich niet zoveel uit, want het huis wordt... Beter een gat in je huis dan een huis in je gat. Ja, jij spreekt uit ervaring, toch? Nee. Vies. Nou, dat is vies. Ik vond hem wel geinig, anders hoor. Ja, jij wel. Oké, dan ga ik straks... Ik geef hem wat ook nog even wat verzamelen, denk ik. Ik ga ze weer ook planten. Mag ik wat ja, als je maar weer herplant, dan mag je van mij gerust de wortel pakken, meneer. Wortel. Meneer Smoots. Ik wil wat wortel. Wilt u een wortel, meneer? Wortel. Grote wortel, kleine wortel. Middel wortel. Even de hoogte even kijken. Als ik nou zo 1, 2, 3, 4 hoogte is op zich mooi. Maar ga ik er nog een verdieping bij bovenop maken? Dat is wel de vraag. Dat ga ik kijken. Ja, het is natuurlijk een beetje saai voor de mensen dat ik alleen maar een huisje ga bouwen. Natuurlijk. Nou, dat is... Ja. Weet ik, heb al trouwens. Je hebt 1.7-achtigs. Ja, kijk eens. Nou ja, ik heb ook al eens 1.7-achtig. Oh. Dan... Je hebt die boompjes al lang gezien, joh. Die acacia hout. Oh ja, dat acacia hout. Maar dat is hout. Dit is... Hey, maar dan komt de spin om af. En ik ga denk ik weer terug naar mijn eigen stekkie. Ga jij maar weer terug naar je eigen stekkie, want dan ga ik gewoon verder met... We moeten sowieso even een keer een pad. We moeten sowieso een keer een pad aanleggen naar elkaar toe trouwens. Dat is een strak idee. En naar Rico. En naar Rico natuurlijk. En naar Hans Snorrenzaak, Nep Snorrenzaak. Ja, maar ja, we hebben Joey ook nog, hè. Ja, die is niet veel online, maar... Joey Snorrenzaak bedoel ik, ja. Begint als het goed is, hij is ook zijn eigen serie op zijn kanaal. Die mee, dus dat, ook wel. Zullen we komen? Gaan we vanuit. Ik hoop het voor hem. Ja. Ik weet waar hij woont. Ja. Weet ik niet. Ik weet waar zijn huis woont. Ik weet waar een huis woont. Woont jouw huis waar je huis woont? Mijn huis woont waar die wil dat hij woont. Kan ook. Ik heb mijn eerste huis hier al, want ik woon niet in een caravan. Nou ja, leek me wel zo'n tokkie eigenlijk. Nee, ik woon niet in een caravan. Nee, jij woont in een ghetto, toch? Ja. In een ghetto. Daar leeft Jerry echt heel gezellig. Met een nog wat en een nog wat in de ghetto. Jerry in de ghetto. Jij weet geen dingen te verzinnen op de ghetto voor de rest, of wel? Ghetto? Bello? Gekko! Habbo? Hallo! Hallo! Wil jij nu soms een... koekje? Ja. Nee, ik wil geen koekje. Maar moet jij niet je huis even afbouwen? Ik ben druk bezig, jonkje. Ja, verdorie, man. Ik ben, de eerste palen aan het leggen. De eerste palen? Ja. Moeten we alweer over palen gaan beginnen? Het geraamte dat staat bijna. Hey, dat is mooi. Even kijken, ik had ook wel een klein geraamte klaar staan.
heb ik wat saplings bij, want de plaats kwam hier dichtbij en wat saplings, want ik moest steeds heen en weer te lopen. Ah ja, dat is wel mooi, hè? Ik heb hier fucking veel acaciahoutbomen, man, geplant. Ja, dat is toch mooi? Ik vind wel, wat ik zei, ik vind het wel leuke vorms. Het zijn net die palmvorm, weet je, of die palmbomenvorm. Nee, het is... Ja, nee, het is net van die savanna... Oh, nou, nee. Ja, van die savannabomen, ik weet ook wel wat je bedoelt. Wow, ik heb daar een fucking grote lava van, man. Oké, dan... Jerry! Sorry! zag je me zitten of zo? Nee, ik zag waar die pijlen wegkwamen. Waar kwamen die vandaan? Uit de lucht. En wat dacht je toen? Ik weet dat je voor Cupido wil spelen, maar vandaag niet. Ik wil je gewoon zo graag gaan... Kut! Ik viel bijna van die berg af. Net niet? Echt net niet. Jammer. Hufte. Klootzak. Ja, ik denk dat ik, tenminste, als goed is Rico de volgende keer er weer bij. Die had, wat kan zijn, die had wat anders te doen, dus... Ja, was die nog een keer vanaf hier zo raken? Kijk, als je gaat, zijn het werk, man. Enjoy. Maar ja, willen jullie een keer zeggen jullie een keer van, hey, gaaf man, waar wil ik een keer meedoen? Of hoe kan ik joinen? Laat het achter in de reactie als je zo graag wil. En wordt al neergeschoten door mij. Ja. Wat? Ja, helemaal mee eens. Maar ga door met je verhaal. Hé, hey, die boom is snel gegroeid trouwens, die ik hier heb geplant. Dat is mooi, dat kan ik gelijk even omhakken. Je was nog een verhaal vertellen, vertel het door. Ja, maar ik zei als je... Ja, dat zei ik net al. Maar dus als... Ja, lijken jullie toch een keer te joinen, laat even achter in de reacties. Om de zoveel tijd, dan vragen we iemand erbij. Die mag daar meedoen. Krijgt zijn eigen stickie of zo, dus laat even achter. Maar wat als diegene me nou niet bevalt? Dan mag je hem doodschieten, ja? Yes! Ben je daarmee blij? Sowieso. Zo, dan gaan we deze nog even weghakken. Ah. En dan, zie ik het wel weer zitten zo. Maar vanaf nu zeg ik, denk dat ik de volgende keer verder ga met mijn huis. Van de muren en zo eromheen, dat is in de vloer. Daar heb ik natuurlijk al, want het komt een vet mooi fucking gekleurde... gekleurde, ik denk, ik zit er alleen en dan moet je even naar de kapper rijden, toch? Ja, de kapper rijden. Hé, hey, dat is mooi. Maar, Hey mensen, ik zeg van, like de video even, geef even een blauw duimpje. Oh ja, het is tegenwoordig blauw, hè? Ja, dus dat bedoelde we niet mee dat je heel lang in de kou moet staan tot je vingers blauw zijn, dat je dan een blauw duimpje moet geven. Nou, dat kan ook, dat vind ik wel grappig, ja. Namelijk als mensen gewoon hun ledematen eraf vriezen. Ja, en natuurlijk moet ik ook niet vergeten wat Rico altijd zegt van, deel de video op Google+. Oh ja, dan mag ik het deze keer doen als Rico het niet is. Nou, dan mag jij het voor deze keer doen. Deel de video op Google+. Oké. Zo. En dan zeg ik voor nu, mensen, vergeet niet in de reactie achter te laten als je een keer mee wilt doen. Hey, doe een goede motivatie en komt goed waarom jij wil joinen. En dan zien we jullie de volgende aflevering weer met de hoop dat er weer iemand bij is. Ik zeg, love you. Damn.